Ik ben hier in een van de eerste ruimten en daar tref ik Elise Schuitenmaker aan. Ja. Elise, wat doe jij hier in de melkfabriek? Ik ga hier mijn yoga lessen geven. Ja. En ja, waar was je voor die tijd gevestigd? Ik ben nog steeds gevestigd, ook in Steenberg, in Halsten. En daar bij de sportscholen geef ik daar les. Diverse locaties dus. En dit is eigenlijk, ik ben al in Bergen op Zoom dat ik les heb gegeven, alleen nu verhuisd naar de melk. Ah ja, en wat deed jou besluiten om hier naartoe te gaan? Ik denk dat het concept heel goed werkt. Ja. Het heeft te maken met beauty, wellness en medical. En ik denk dat yoga alle drie is. Omdat yoga zet het zelfhelend vermogen aan in het lichaam. Dat is het medische gedeelte. De beauty is dat je de innerlijke schoonheid van jezelf leert ontdekken en ervaren. Mm-hmm. En de wellness is dat het ontspannen is voor lichaam en geest. Dus ik denk dat juist yoga enorm goed past binnen dit concept. Ja. En ga je in deze ruimte dan ook straks yoga? Nee. Dat niet? Nee. Ik heb deze unit even toegewezen gekregen, maar uiteraard in de grote zaal. Ja. Hiernaast, daar ga ik mijn yoga lessen. Natuurlijk. Dit is... Maar die gebruiken we nu even voor de catering en voor de hapjes drankjes. Ja, maar dit is vandaag waar je nu zit, is min of meer een tijdelijke locatie binnen de melkfabriek. Klopt. Ja. En is er veel belangstelling voor yoga in de regio? Enorm. Ja. Verbazingwekkend veel. Ja. Mm-hmm. Veel mensen denken nog steeds dat het een beetje zweverig is, omdat je maar een beetje in kleermakers zit. Dat is het niet, het is gewoon hard werk. Ja. Het is bij mij zeker pittige lessen. Je kunt ook kiezen voor mildere yoga, dat klopt. Maar je kunt ook zeker voor de hatha yoga, die is pittig, ja. Dus en, het is ontspannen en inspannen tegelijk. En zo'n yoga sessie, hoe lang duurt die? Anderhalf uur. Ja. En dat is voor mannen en vrouwen, voor jong en oud, of hoe gaat dat? Ja, alles. Of je nou lenig bent of niet lenig, oud, jong, beginner of gevorderd, dat maakt niet uit. Je kunt eigenlijk altijd binnenstromen. Ja. En ik geef ook kinderyoga, ik geef ook meditatieles, zwangerschapsyoga, postnatale yoga, dus voor baby en moeder samen, babymassage, dus het hele oeuvre komt hier. Ja. En hoe ben je daar zo in terecht gekomen? Het klinkt allemaal nog hol hier, hè? Want ja, het klinkt erg hol. Ja. Maar hoe ben je daar zo in terecht gekomen? Nou, ik kom eigenlijk van origine uit de sales en marketing, dus een heel ander gedeelte. Ja. En dat was leuk, hard werken ook, maar ik deed het niet met tevredenheid in mijn hart. En dit is echt iets, hè? Ik heb eerst kinderen gekregen, waarvan de eentje hier zit, kinderen gekregen. En toen dacht ik, ik wil weer aan de slag, maar niet meer in de sales en marketing. Nee. Dus ik deed al aan yoga en ik denk, nou dat is voor mij de kans eigenlijk. Dus ik heb een opleiding gevolgd, ik heb daar mijn werk van gemaakt. Succesvol. Nou, en vandaag is eigenlijk weer een kleine nieuwe start vanuit dit gebouw. Absoluut. En ik denk zeker dat samen met alle andere kandidaten hier in deze melkfabriek, dat het een sterk concept kan zijn. Ja, het versterkt elkaar ook, denk ik. Ja. We vullen elkaar ook aan. Ja, precies. Nou, ik wens je ontzettend veel succes hierbij. Dankjewel voor het gesprek. Ja.